Windschoters maken van de run één groot volksfeest. Terrassen worden ingericht en straten worden versierd. Karin Korte nam eens een kijkje. Una paloma blanca. Over the mountains of life. Yes, no one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Het zucht er hier fantastisch uit. Het is hier mooi versierd. Wanneer ben je begonnen? Nou, wij zijn al voor 14 dagen terug begonnen. Maar wij kunnen niet die avond daarvoor kunnen we hier niks doen, want het is een doorgaande weg. Wij kunnen ook niks bijzonders doen. Dus en hebben wij dat allemaal klaargemaakt en bij Witter in de garage gezet. En zijn we gisteravond zijn we begonnen. We moesten allemaal gaten boren in de grond en zo. Paaltje erin gezet, huppla. En dan komen we vanmorgen om 6 uur komen we zo beginnen. Hey Mexico, zet op! Prachtig versierde straat, chantycore op de achtergrond. U zit hier al de hele dag? Ja, zeker. Vanaf het begin, vanaf het eerste rondje. Ja. En is er nog een speciale reden waarom u hier zo met de hele familie zit? Ja, want mijn man die loopt mee, die loopt 100 kilometer. En dat voor de tweede keer. Dus daar gaan we voor zitten. En daar blijven we voor zitten. En flink aanmoedigen natuurlijk. Absoluut. Maar niet alleen mijn man hoor. We moedigen iedereen aan die leuk is. Ja. Hoe gaat het vandaag? Ik ben een beetje te snel van start gegaan. Want het ging gewoon heel lekker. En dat verneem ik nu. Maar verder gaat het goed. Ik vind het wat fris. Maar verder, gaat redelijk goed hoor. De run in Winschoten, meer dan 32 nationaliteiten, WK, EK en NK. Het kan toch niet mooier? Nee, mooier kan het niet. Wij zijn een beetje de proefpersoon, de proeforganisatie van de IAU. Want het is nog nooit eerder vertoond dat World Cup, EK, NK en dan ook nog de Masters tegelijk gehouden werden. Dus fantastisch. Ja, dat is toch wel heel speciaal dat dan in Winschoten gaat gebeuren vandaag, of gebeurt? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want de IAU is zo tevreden over de organisatie van de afgelopen jaren. Dat wij heel vaak primeurs hebben voor dit soort evenementen. Ja, bijzondere run ook, omdat het de laatste is die vanuit het complex De Klinkerstad. Volgend jaar ligt die tegen de vlakte. Ja, nou dat is natuurlijk doodzonde, want dit is zo'n unieke locatie. En waarom die tegen de vlakte moet, ja, ik weet het nog steeds niet. Het is een politieke beslissing die ik heel erg betreur. En met bij vele andere organisaties. En ik heb begrepen dat er geen nieuwe manifestatiehal in het centrum komt. Dus ja, wat het in de toekomst moet worden, ik weet het niet. Nee. Volgens sommigen hoort hij niet thuis op een topsportevenement. Anderen vinden dat hij en de run onafscheidelijk zijn. Hoe dan ook, hij is de enige die gestart is aan alle 32 edities van de run. Inmiddels is hij 83 jaar. We hebben het over Hendrik-Jan Doornekamp, de man op klompen. Hendrik-Jan, je loopt weer mee. De hoeveelste keer is het nu? 32 keer. Ik heb ze allemaal meegelopen. Je bent er dus vanaf het begin bij? Vanaf het begin. Ja, en hoe is het vandaag voor je om mee te lopen? Schitterend, schitterend. Als je gezond bent en je kan dat nog doen op mijn leeftijd, dan is het geweldig. Hoeveel rondjes heeft u al gelopen? Nou, ik ben nu met mijn derde bezig en ik zal proberen ook een 5 vol te maken. Dan heb ik er 50 gelopen. En dan ben ik tevreden. Ken ik het niet, ik hoef geen tijd meer neer te zetten. Ik heb één keer de run gelopen in 10:52:30, maar dat ken ik niet meer. Echt niet. Maar voor de gezelligheid, het is hier gezellig. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn en gezond ben. Ja.